Welkom bij een nieuwe vlog. Ik kijk nou naar dit werk. Hier heb ik ook wel foto's van. Ga ik misschien tussen deze video doordoen of staan in een ander mapje. Ik moest van een uur geleden moest ik een beetje huilen toen ik ermee bezig was. Niet omdat het slecht is. Want het is wel een beetje slecht. Zeg maar, anatomisch is het niet correct. En de compositie kan beter. Kan interessanter. En kleurcombinaties. En het rokerige van het gezicht. Maar ik moest er alsnog om huilen. Omdat het zo... Ik weet het niet. Ik moest er gewoon om huilen. Dat ik het zo leuk vond. Dat ik echt zo van aan het genieten was. Dat het... In het Engels zou je zeggen, it makes sense. Ik weet even niet hoe je dat in het Nederlands goed zegt. Het is gewoon, het hoort gewoon zo te zijn. Dat ik dit nu aan het doen ben, denk ik. Ik denk dat hij zo gaat afvallen, want ik heb het zelf met tape eraan gedaan. Maar ik heb nou de achtergrond heb ik ook gedaan. Meer leuke lijntjes, leuke kleurtjes en zo. Wat ik voor in het schetsboek en zo ook heb gedaan. Wat zeg maar de lucht is van die wereld. En ik had aan het begin dat ik dit maakte al besloten om de achtergrond donker te maken. Ik ben het nou niet meer zo mee eens. En ik ben er nou in principe klaar mee. Denk ik. Alles wat ik in mijn hoofd had, wat ik ermee zou doen, heb ik nog gedaan. Maar er mist toch wel iets. Zeg maar de achtergrond, de lijnen van... ga ik heel dichtbij staan om het te laten zien? Ja, dat ga ik. Zeg maar de achtergrondlijnen, zoals deze dingen. En die lijntjes. Die zijn er overal. Maar als je van wat verder weg gaat, kun je dat niet meer zien. En dat vind ik een beetje jammer. Dus ik denk eigenlijk dat wat dit nodig heeft, deze illustratie, is een lichte achtergrond. En zodat je die dingen, zodat het meer opvalt. Maar ik vind de houding heel leuk. Wel, ook al is het niet anatomisch correct. En dit is mijn favoriete stukje. Met de slippers. Ik vind dat gewoon heel leuk. En ik heb ook besloten dat... de kleuter. Ik heb besloten dat het ook een kleuter wordt. En niet dat hij geen ouder is. Dat de kleuter... regelaars aan heeft. Het is gewoon... Ik vind het gewoon hartstikke grappig. Ik tekende het. En ik dacht... Ja. 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 Het is gewoon... Het is ook best apart. Want ik heb niks met voeten... Maar ik heb wel wat met slippers. Ik hou van slippers. En dat komt hier ook in naar voren. Ik denk dat het gaat... Het werk op dit moment denk ik dat het gaat om geluk. En om geluk geven. En om meer blijheid in de wereld te brengen. Om meer plezier en ook luchtigheid in de wereld te brengen. Ik denk dat het daar nu over gaat. Misschien gaat het over meer. Ik weet nog niet hoe ik het naar de kijker ga overbrengen. Wat was er nog meer? Er was nog iets. Oh ja, ik denk dat ik wel... Hoe ik het ga presenteren. Ik denk dat ik een hele muur gewoon helemaal vol wil. Met allemaal schetsen en dingen. En ik wil dat schetsboekjes die ik er... het schetsboek, dit kleine schetsboekje... Waarin ik het verder aan het maken ben. Ik wil dat er eigenlijk bij ligt. Maar ik weet het gewoon nog niet zo goed. Ik denk ook dat ik in mijn hoofd nog een expositie van boys heb. Over... ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar het waren allemaal schoolborden. Heel veel. En het was als een soort van... theater? Nee, niet echt theater. Het was meer een... Een soort set was het. Van een filmset of zo. En dat was, het was heel groot. En er was overal dingen. Maar je mocht er niet naar binnen.
En je kon alleen maar om een hoekje kijken. En dat vond ik heel spannend. Dat vond ik heel leuk. Dat was ook het enige werk wat destijds in Berlijn, in dat ene museum over de hedendaagse kunst, dat was het enige werk wat mij aantrok eigenlijk. En ik denk dat ik dat een beetje in mijn hoofd heb met een hele muur volmaken. Gewoon veel laten zien, maar ook wel van kwaliteit. Beetje net als dat ik mijn schetsboek veel heb gedaan, maar wel heb geprobeerd een bepaalde kwaliteit aan te houden. Dat zit nou in mijn hoofd. Ik weet niet of ik dat helemaal zo ga uitvoeren. Want dan moet ik nog heel veel tekeningen maken. Dat kan wel. Dat kan makkelijk. Ik kan wel in een week een hele muur zo vullen. Als ik 37 tekeningen per dag kan maken, kan ik ook 37 grote tekeningen per dag maken. Al zijn hier natuurlijk wel, moeten die gedetailleerd zijn en zo. Maar in ieder geval. Gewoon bezig. Gewoon doen. En eens in de zoveel tijd pak ik de aantekeningen erbij van de experts. En lees ik daar even weer doorheen. En ik zal eens in de zoveel tijd zo'n vlog doen. Waarbij ik gewoon even mijn mening deel. En waar ik aan toe ben. Waar ik over nadenken ben. Subscribe!